Ik ben Danielle Heidema. Ik werk bij de provincie Drenthe op de afdeling Bestuur, Communicatie en Concernzaken. En ik ben bestuursadviseur voor gedeputeerde Henk Brink. Als bestuursadviseur ben je de persoonlijke ondersteuner voor de gedeputeerde. Wat betekent dat ik hem zo goed mogelijk voorbereid op alle zaken die komen of die spelen. Ik ben begonnen als activiteitenbegeleider en vanuit die functie heb ik na een aantal jaren gekozen om jongerenwerker te worden. En binnen welzijn heb ik mij toen verbreed tot het ouderenwerk en ouderenadvies. En vanuit die praktijk heb ik gekozen om voor beleid te gaan werken. Hoe kan ik nou praktijk en beleid aan elkaar koppelen? Ja, SBS technicians daar. Ik voelde me als een vis in het water in die praktijk. Aan de andere kant ben ik ook iemand die om de zoveel tijd wel wil toe zijn aan een nieuwe uitdaging, omdat me dat gewoon heel fris houdt. Maar ik merkte ook dat ik inderdaad wel bepaalde dingen niet zo goed wist hoe dat werkte binnen die organisatie. En toen heb ik overlegd met mijn leidinggevende om daarvoor een opleiding te gaan volgen. En dat heb ik gedaan aan de bestuursacademie en heb ik de adviseursopleiding gevolgd. Ik zou het advies willen geven om niet te lang te blijven hangen in een soort comfortabele positie, in een soort comfortzone. En te denken van, nou weet je, dit kan ik, dit gaat me goed af, dus ik blijf dit maar doen. Maar daar ben je zelf ook wel een belangrijke factor in. Want je zult het moeten aangeven dat je dat wilt. En je moet zelf ook kansen pakken of ze zelf creëren. En ook je inzet willen tonen in het volgen van cursussen, dan wel workshops. Dan wel een nieuwe uitdaging in een andere baan aan te gaan. Pak je kansen, ga zelf creëren en niet afwachten totdat ze bij jou komen om te vragen van, nou, wat zou je willen doen of hoe zie jij je carrière over 10 jaar? Maar denk daar zelf heel actief over na.